Je ziet dit. Altijd een kaartje met alles wat erop staat. Dat ga ik straks pas kijken. We gaan hem eerst openen. Je loslaat.
wensritueel 1. We hadden net wensritueel 2. We hebben nu wensritueel 1. Soms heb je een wens die niet direct vervuld kan worden, omdat er een proces aan vooraf gaat voordat de wens gerealiseerd kan worden. Zoals stoppen met roken, de marathon lopen en dergelijke. Voor procesgerelateerde wensen is dit een uitstekend ritueel. Je vult een ijsblokje met water, stop in een van de blokjes een kleine amethyst en zet hem vervolgens in de vriezer. Wanneer het volle maan is, haal je het ijsblokje eruit, leg het in een glas en zet het op tafel. Steek een kaars aan en schrijf vervolgens de spreuk waarop je je wens verwerkt. Zoals, ik zeg het keer op keer, ik ren de marathon als een speer. Je blijft dit herhalen als een soort mantra totdat het ijsblokje gesmolten is en de amethyst volledig in het water ligt. Haal de amethyst eruit en drink het water op, terwijl je het eindresultaat visualiseert. Draag vervolgens de amethyst bij je en herhaal de spreuk als je een steuntje in de rug nodig hebt. Oké. Bijzonder. Mooi. Er zit denk ik ook een amethyst bij. Steentje bij. En dit vind ik dus heel leuk. Dat bedoelde ik net dus van hier zitten dus wat kleins bij. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind dit wel ook echt een leuk iets om te doen. En ook gewoon om te ervaren van is het inderdaad iets wat dan uitkomt? Of komt je wens dan echt uit of niet? Heel benieuwd naar, heel leuk. Zit er het volgende in? Dit boekje van de Cosmic Box zelf. Met allemaal bladzijdes waarop je dus de datum kan schrijven. Vandaag ben ik dankbaar voor en mijn affirmatie voor vandaag. De kaft voelt echt heel erg lekker. Een soort zacht of zweddachtig. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar heel lekker. En dit boekje heb ik al vanwege een andere Cosmic Box. Er was toen iets kleins misgegaan, volgens mij uit mijn hoofd. En toen kreeg ik dit boekje gratis, dacht ik. Of hij zat echt in de box, maar nooit kwaad om een tweede te hebben. En hier staat bij: schrijf elke avond je dankbaarheid op voordat je gaat slapen. Door regelmatig je dankbaarheid op te schrijven, zul je zien dat er steeds meer op je pad komt om dankbaar voor te zijn. En dat ervaar ik wel echt zo. Want ik heb dit een hele tijd echt elke dag gedaan. Begin ben je echt aan het zoeken naar iets waar je dankbaar voor bent. Maar uiteindelijk gaat het zo snel dat je soms ineens 10 dingen kan opschrijven in plaats van met moeite 3. Dus heel leuk dat het erin zit. Dan gaan we naar het volgende en dat zit heel goed verpakt. Just
lekker zitten. Zet een fijn muziekje op. Sluit je ogen. Adem in. Adem een paar keer diep in en uit. En spreek nu hardop uit. Ik laat alles los wat ik niet meer nodig heb. En vul mezelf met positieve, frisse energie. Ik moet zeggen, ik vind het een hele leuke box. Er
zit dus... Oh, de douche gaat ineens water loslaten als je dat hoort. Weird. Want er is helemaal niemand. Dit doet hij wel eens ineens. Maar goed, ik vind het wel een leuke box. Er zitten dus twee kleine edelsteentjes in. Een flesje. Himalaya zout. Een tongschraper. Deze spray. En twee boekjes. Ik moet zeggen, ik vind de box zelf heel erg leuk bedacht. En die rituelen ga ik ook zeker... Oh ja, en de zaadjes trouwens. En de rituelen ga ik ook zeker eens uitproberen. Maar als ik heel kritisch ben, weet ik niet of ik het per se het allemaal waard vind. En dan ben ik echt heel kritisch. En nu... Dat vraag ik me gewoon af. Alhoewel ik het ook wel weer heel leuk vind om die dingen gewoon te proberen. Dus ja, een beetje dubbel. Ik vind